allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien zit ik nu in de auto, want wij zijn onderweg naar Stal Linssen in Limburg. De mensen die mij langer volgen weten dat ik daar heb getraind voor 5 maanden, iets meer. En vandaag ga ik dus weer een keer... Heeft u de bestemming bereikt? Als de navigatie moet nog retorpen. Vandaag ga ik dus trainen met beide paarden bij Anouk weer. En ik heb er super veel zin in. Het is best wel lang geleden dat ik echt heb getraind. Ik heb heel veel zelf gedaan de afgelopen tijd. Nee, rechtdoor. En dan daar de weg volgen. Doe ik om naar rechts. En vandaag gaat Anouk dus een keertje meekijken weer. Want het is natuurlijk wel belangrijk en fijn om af en toe iemand mee te laten kijken. De paarden gaan wel super goed. Maar ik ben benieuwd wat Anouk erover te zeggen heeft. We zijn nu bijna. We rijden echt bijna het terrein op. En dan ga ik jullie meenemen vandaag. Ik begon met Ariane en zoals jullie kunnen zien ben ik nu nog Ariane aan het stappen. Ik begon iets eerder dan dat Anouk er was. Ze zei stap maar gewoon op en ik kom eraan. Dus ik heb een beetje gestapt en toen uiteindelijk ben ik dus gaan draven. En toen heb ik zelf even wat rondjes gedraafd, een beetje rustig losgereden. En eigenlijk al redelijk snel kwam Anouk eraan. Ik had denk ik echt maar 2 rondjes gedraafd of zo. En daarvan is niet alles gefilmd. Maar de stukjes die zijn gefilmd zal ik een beetje uitleggen wat we hebben gedaan. Want dat is misschien voor jullie ook wel leuk. En omdat Anouk wat verder weg stond, kon je er bijna niet verstaan. Dus ik heb de audio gewoon weggehaald. En dan ga ik jullie een beetje vertellen wat we allemaal hebben gedaan. Dit stukje zie je dat Anouk al aan het helpen is. En je ziet dat Ariane hier in galop springt. En wat hier de bedoeling was, om Ariane echt heel goed te laten buigen om mijn binnenbeen. Want dat deed ze niet echt. En je zag ook dat ze het moeilijk vond dat ze dan aangaloppeerde. Dus het was eigenlijk de truc om haar te laten draven, echt heel goed te buigen om het binnenbeen, ook stelling te vragen en daarin moest ze actief blijven en onder me blijven lopen. En uiteindelijk deed ze dat wel heel goed. Dus dat is een dressuuroefeningetje wat ik ook thuis mee kan gaan nemen. Dat hebben we natuurlijk ook nog wat langer gedaan. We hebben ook nog gegaloppeerd, maar dat staat niet op film. En hier begonnen we met een klein steltje en Ariane vond hem echt een beetje spannend of zo. Of nee, niet spannend, maar ze was gewoon heel voorzichtig op dat plankje dat op de grond lag. Maar hier waren we gewoon kleine huppeltjes aan het maken om een beetje op te warmen. En dat deden we linksom en rechtsom. Nadat ik dit steltje een aantal keer heb gedaan, deden we ook nog een klein oksertje. Maar dat staat bij Ariane niet op film, maar bij Gilan wel. Dus dat oefeningetje zien jullie zo meteen. Maar het eerstvolgende beeld dat jullie van Ariane zien, is dat we het kleine parcours gaan springen. Of groot parcours, lage hindernissen. En wat we eerst deden is de lijn van de blauwe stijl naar die okser. Dat was een krappe 6 galopsprongen, maar het staat natuurlijk heel laag, dus dat was wat ruimer. Dan dubbelsprong naar dubbelsprong, ook weer 6 galopsprongen op deze hoogte. En dit was eigenlijk een heel lang parcours. En uiteindelijk doe je zeg maar alle mogelijke lijntjes, gebroken lijntjes, die eigenlijk mogelijk zijn met de hindernissen die er staan. Dus je bent best wel een tijd zeg maar aan het springen, waardoor je dus zelf ook best wel na moet denken en je moet voorbereiden. En als je te veel door de binnenbocht valt, dan kom je afstand niet mooi uit. En dat lijntje waar ik nu naartoe ga, dat staat ook wel echt op een krappe 6 galopsprongen. Kijk, nu is het laag. En je ziet zelfs bij Ariane nu al dat het krap wordt. Dat gaan jullie nu zien. Dat ik echt wel hier een beetje moet sluiten. Omdat ik dus had verwacht dat het nog wel ging op deze hoogte. Maar het staat echt krap. Dus hoe hoger het wordt, hoe lastiger dat ook wordt. En van Anouk moest ik daar echt 6 galopsprongen rijden voor de controle. En dit lijntje van dubbel naar dubbel mocht ik later wel op 5 galopsprongen rijden. Maar hier deed ik hem dan nog op 6, omdat het gewoon heel laag is. En zo deden we dit parcours verder afmaken. Eigenlijk als een soort warming up op deze hoogte. En om even alle lijntjes te oefenen en een keertje te rijden.
Nadat we het parcours wat lager hadden gedaan, heeft Anouk het opgehoogd naar wat hoger. En wat eigenlijk bij mij het belangrijkste is, is dat ze nog wat scherper aan mijn been moet zijn. Want in het lage parcours zag ik een paar keer een grote afstand, wilde ik naar voren, maar ging ze niet genoeg naar voren. En waar ik nog steeds op moet letten is dat ik genoeg sluit in dat lijntje naar 6. En dat ik been geef voor de sprong. Dus echt als je afgaat, zeg maar. Want Ariane wil anders een beetje blijven hangen in de lucht. En Ariane moet echt naar voren blijven springen. Verder was het eigenlijk wel heel goed en deden we het gewoon nog een keer wat hoger. Hier zien jullie het laatste stukje van het tweede parcours. En eigenlijk was het parcours wel goed gegaan. Dus daarna hebben we het parcours niet nog een keer gedaan. Maar zijn we nog één aparte oefening gaan doen. En daar is er maar een heel klein stukje van op film. Maar wat we dus gingen doen is in een hele korte bocht deze stelsprong aanrijden. En het was de bedoeling om haar dan actief genoeg te houden voor de sprong in de korte bocht. En uiteindelijk had Anouk de hindernis ook steeds hoger gemaakt. Ze wordt natuurlijk steeds moeilijker. En daar heb ik iets van 4-5 keer gedaan ongeveer. Om echt even te oefenen dat Ariana actief blijft. En dan op twee kanten. Dus één keer links en dan door naar rechts. Soort achtje de hele tijd. En dat was ook wel een goede oefening voor Ariana. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer bezig met G-Line op te zadelen. Ik heb net Ariana gereden. En het is na werktijd van stal, zeg maar. Dus het is super rustig. Het is namelijk nu, laat het tot 5 uur of 6, zoiets. En ik heb dus net Ariana gereden en het ging echt super goed. Daar kon ik even afspijken. We staan nu in de molens, dus nu ben ik lekker aan het stappen. En nu ben ik G-Lijm aan het opzalen. Net als met Ariane heeft Anouk mij ook geholpen met losrijden van G-Lijm. En wat we met G-Lijm hebben gedaan is heel veel stellingvragen. Dus stelling naar buiten, stelling naar binnen. En daar begonnen we al mee in draf. En uiteindelijk hebben we dat ook gedaan in galop. Om ze ja, iets meer op te rekken aan de binnenkant en aan de buitenkant. En om iets meer een stabiele verbinding te creëren met de mond. Want G-Lijm die kan soms wel een beetje nieuwsgierig zijn of gewoon niet genoeg teugeldruk hebben. En door deze oefening te doen, dan worden ze en wat losser en je krijgt wat meer verbinding met de mond. Toen we dat in draf en in galop hadden gedaan, gingen we echt een superleuke oefening doen. Ging namelijk contra galop doen en dat doe ik eigenlijk met de paarden al een aantal keer per week. Want eigenlijk vanaf het moment dat ik bij Anouk train, ongeveer een jaar geleden denk ik, kwam ik voor het eerst bij Anouk. En toen heeft ze gezegd, je moet heel veel contra galop gaan doen met beide paarden, omdat het gewoon heel goed is voor ze. Dus dat konden we al, maar nu komt het leuke stukje. Ik heb dus echt een nieuwe oefening geleerd die ik echt super leuk vind en ook zeker thuis ga oefenen. Wat je moet doen, je moet eerst in contra galop en even zorgen dat het een beetje stabiel is, zeg maar. En dan moet ik werken aan stelling naar binnen. Dus in de contra galop stelling naar binnen. Dat is echt super moeilijk voor het paard om niet over te springen en om duidelijk te zijn in de hulpen.
En door dat te doen, rek je ze nog iets meer op, waardoor ze nog losser worden. En toen Anouk tegen me zei dat ik dat moest doen, dacht ik echt, wow, dat is echt best wel moeilijk, weet je. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Maar uiteindelijk deed ze het echt super goed. En dan krijg je echt een hele fijne verbinding in de mond. Maar kijk, hier zie je al dat ze, oh ja, dat ze een stukje deed. Maar dat vindt ze dan heel moeilijk om dan door te blijven galopperen. Maar uiteindelijk na het oefenen is het best wel goed gegaan. En dat was echt heel erg leuk. Daarna gingen we natuurlijk met Chilam ook springen. En we begonnen weer op datzelfde kleine steltje. En dat deden we weer linksom en rechtsom. En nadat we dat hadden gedaan, gingen we het oefeningetje doen met de oxer. Dus dan vertel ik zo meteen wel waarom we dat hebben gedaan en hoe we dat deden. Kleine steltje een paar keer te hebben gedaan, deden we het steltje ietsje hoger vanaf de andere kant en dan door galopperen naar de oxer, het groene oxertje, en dan ga je naar rechts, dus in beeld naar links, en dan nog een keer vanaf die kant en dan ga je weer de andere kant op om het steltje heen. En toen we dat twee keer hadden gedaan, begonnen we net bij Ariane met het parcours. Wat ik net vertelde over dit lijntje op 6 galopsprongen of op 5 als het hoger wordt. T-Lime liep hier dus echt super steady in 5 galopsprongen naar de andere dubbel. En dat Anouk tegen me zei van ja, dat waren er 5. En ik dacht echt bij mezelf, ja, maar ik dacht dus echt van heb ik er niet één vergeten te tellen. Omdat het zo makkelijk er naartoe ging, zeg maar. Dat ik dacht, hier kan ik geen 60 galopsprong meer krijgen. En ja, toen had G-Lime dus al gewoon redelijk wat go. Maar dadelijk, als het hoger wordt, dan vertel ik hier nog wat meer over. Want toen moest ik echt een bewuste keuze maken van rijker 5 op 6. En waarom, dat leg ik zo meteen uit. Terwijl Anouk aan het ophogen was, hadden we het hier over de afstanden tussen de twee dubbelsprongen. En wat ze eigenlijk vertelde is dat je makkelijk deze lijn op 5 galopsprongen kan rijden qua afstand tussen de dubbelsprongen. Maar de rode dubbelsprong, dus waar ze nu tussen staat, die staat krap. Dus als jij 5 galopsprongen rijdt, dan moet je echt rustig in die dubbel. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk, want als je een bepaald ritme hebt en je gaat over de eerste oxer, dan heb je nou eenmaal een ritme en dan kan je niet in die dubbel nog gaan zitten hannesen. Dus wat zij zei, als je 5 rijdt,
Dat kan, maar dan moet je zeg maar gas geven aan het begin en dan weer een beetje opvangen voordat je die dubbel ingaat. En dan zorgen dat hij mooi aan de voet rustiger inspringt. Of je kiest voor 6. En wat zij dus zei is dat van rood naar blauw kan je makkelijk 5 rijden. Maar als jij van blauw naar rood 5 rijdt, dan moet je dus opletten op die korte afstand. Dus ze zei, als je nou merkt dat je gewoon een rustig ritme hebt, rij dan naar 6. Merk je dat je te hard gaat, of dat je een flink ritme hebt, dan kan je 5 rijden, maar hou dan rekening mee dat je terug moet zitten in de dubbel. Dus hier gaan we even kijken wat ik heb gekozen. Eerst deden we weer dit lijntje op een rustige 6. En toen daarna gingen we gelijk naar het lijntje van de dubbel naar de dubbel. En dan gaan we meetellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus ik heb er echt gesloten voor die 6. En dan zie je dat die dubbelsprong heel mooi vanzelf komt. En dat hij ook makkelijk weer eruit te springen is. En Anouk vond dat ik daar een goede keuze had gemaakt. Dus dat was natuurlijk wel leuk om te horen. Op deze hindernis had Ariane volgens mij ook een fout. En Anouk vertelde dat dit voor de paarden een moeilijke hindernis is om in te schatten. Of om goed te zien. Hij is natuurlijk ook smal, dus dat vertekent ook een beetje. Dus ze zei, als je daar een fout hebt, is helemaal niet erg. En ze zei dat ik verder goed had gereden. Hier was dus weer een rustige 6. En je ziet dat ik echt wel flink moet sluiten en daarna moet wachten. Maar dat ging wel goed. En dan hebben we nu de dubbel vanaf de andere kant. En dan gaan we weer kijken welke keuze ik nu maakte. Eén, twee, drie, vier, vijf. En dan zie je dat dat eigenlijk ook heel makkelijk volgt. Ik reed er helemaal niet naar voren. Ik reed eigenlijk gewoon een normaal ritme. Dus dan zie je eigenlijk dat je in zo'n lijntje, wat eigenlijk een redelijk normale 5 is, dat je ook redelijk makkelijk een 6 kan maken. En dat zijn natuurlijk dingen die je eigenlijk zo goed mogelijk wilt krijgen. Want je wilt gewoon heel erg kunnen sluiten. Maar je wilt ook heel erg naar voren kunnen rijden. Zonder dat dat invloed heeft op je sprong. Dus ik vond het ook wel leuk dat ik dan in één parcours een keer 6 deed en een keer 5. In eigenlijk dezelfde lijn. En dat soort dingen oefenen thuis met Kavlex is natuurlijk ook hartstikke goed. Maar Gilan deed het echt super goed. Als laatste deden we met Gilaam niet nog een keer parcours, maar deden we alleen van rode dubbelsprong naar zwarte plank en dan van zwarte plank naar blauwe dubbelsprong naar groen oksertje. En daarin moest ik het goede aantal galopsprongen rijden. Uit mijn hoofd 7 naar zwarte plank en 8 naar het oksertje. En dat hebben we ook weer iets hoger gezet om nog een keer te oefenen. En dan gaan we zien hoe dat ging. Wat je dus kan zien, de eerste keer dat ik dit race, dat ik er 8 reed in plaats van 7. Waardoor ik dus eigenlijk gewoon te dicht kwam voor het mooie en het er ook niet soepel uitzag. En wat dan ook als tip gaf, is dat ik eigenlijk meer in een constant ritme moet blijven rijden. En niet op het laatste moment nog terug of naar voren wil. En dit ging volgens mij wel iets beter naar dit groene oksertje. Maar nu ga ik het dus nog een keer doen om dus een mooie 7 galopsprongen te krijgen naar het zwarte plankje. En ik vind zelf het verschil tussen deze keer dat ik dat deed en de volgende keer dat ik dat nu ga doen, vond ik het wel echt een groot verschil. Dus ik ben benieuwd of jullie dat ook kunnen zien. Maar nu ga ik dus nog een keer hetzelfde doen en dan rij ik hem veel soepeler in 7 galopsprongen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En het komt dan een hartstikke mooi. Maar ik reed de eerste keer gewoon meer naar buiten. En toen dacht ik van, hoeveel galopsprongen heb ik nou? Had ik ook niet goed geteld. En hier moet ik er volgens mij 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dat kwam ook hartstikke mooi. Zo, Jill en ik zijn aan het stappen. En we lopen nu naar buiten. Ik ga nog even een klein stukje in de weer lopen met haar. Oh, eigenlijk zat in de molen. Die loopt daar voorbij. Die ga ik ook zo uithalen natuurlijk. Maar ik heb dus net met ze gesprongen en ik vond het zo super leuk. Voor de mensen die mij al wat langer volgen. Ik heb hier 5 maanden ongeveer gestaan.
en getraind en gewerkt voor deze stal. En toen heb ik ook heel veel jonge paarden gegeven voor Anouk. Toen reed ik er iets van, ja, gemiddeld 6 per dag. Soms meer, soms minder. En nu ben ik hier dus weer terug om te trainen, omdat ik gewoon van haar superveel leerde. En Anouk rijdt zelf op het hoogste niveau mee, dus daar kan je gewoon superveel van leren. En nu na best wel een tijd ben ik hier dus weer terug een keer om te lessen. En ik vond het echt zo leuk. En het ging zo goed. De paarden vonden alle twee echt supergoed. En de oefeningen en de parcoursen waren echt heel leuk en uitdagend. En ook echt wel pittig. Maar dat is natuurlijk alleen maar goed als je gaat trainen om het ja, wat moeilijker te maken dan dat het op concours is. Want dan is het op concours alleen maar makkelijker. Maar ik vond het echt heel erg leuk, leuk om hier weer te zijn en natuurlijk om weer fijn te trainen. En ik ga hier nu wel met enige regelmaat waarschijnlijk trainen. Ik ben ook bezig voor mijn aanhangerrijbewijs. Dat had ik op Instagram al gedeeld, maar als er mensen zijn die me niet op Instagram volgen, dan weten jullie het nu ook. Ik ben bezig met mijn aanhangerrijbewijs, zodat ik gewoon zelf makkelijker dit soort dingen kan doen. En dat ik niet zo afhankelijk ben van mijn vader. Die het niet erg vindt om mee te gaan, maar ja, het is toch handiger als je het zelf kan. Dus dan wordt het nog wat makkelijker, maar ik ga zeker met enige regelmaat hier trainen vanaf nu weer. Want het is gewoon super leerzaam en super leuk. Maar we gaan nu dus weer inladen. Voor even, voor de duidelijkheid. Dit is in Limburg. En ik sta met mijn paard in Den Hoorn, voorbij Rotterdam. En we hebben er op de heenweg 2,5 uur over gedaan. Het is 180 kilometer, maar files en dergelijke hebben we er 2,5 uur over gedaan. Dus dat is ook de reden dat ik ja, dit niet elke week doe, zeg maar. Kan wel, maar het is echt wel een investering. Dus ik ben nu Gina nog eventjes een beetje aan het stappen. Dan gaan we inladen. Ariane die heeft lekker in de molen kunnen staan. Dus dat is ook fijn. Dan gaan we haar ook inladen. En dan gaan we weer naar huis. Hoi allemaal. Het is inmiddels de volgende dag. En ik had de vlog nog niet afgesloten. Ik wilde eigenlijk nu nog een beetje wat meer vertellen over de trainingen. Maar zoals jullie hebben kunnen zien in de video, heb ik een audio toegevoegd eronder. Heb ik het ingesproken, want dat vond ik wat leuker dan achteraf. Dus ik hoop dat alles duidelijk is, dat jullie het leuk vonden om deze video te kijken. Als je vragen hebt, kan je die altijd in de comments stellen. Dan reageer ik eigenlijk altijd. Tenzij het een hele lange vraag is, dan vertel ik jullie dat ik er een keer een video over maak. Maar in principe, elke vraag beantwoord ik in de comments. Dus als je vragen hebt, brand los. En dan zie ik je graag bij een nieuwe video. Doei!